iedereen. Nou, iedereen heeft al alles gezegd, maar jullie hebben niks verteld over die dozen. Die onder die tafel waren. Ja, echt. Die dozen, als hier de boeken van Ismene waren, dan moesten alle dozen van de boeken van Ismene precies onder die tafel tot hier. En hier van Indra. En hier. En die dozen. En je mocht ze niet verschuiven, want hij had ze van tevoren al precies onder die tafel gezet. En eigenlijk heb ik nooit een gesprek gevoerd met Alfons, nooit. Een praatje. Wel vragen, antwoorden. Of dan kwam hij, zag hij niet, oh Hilly, je bent er weer. Ja, Alfons, ik ben er weer. Dus eigenlijk geen diepgaande gesprekken. Eén keer kan ik me herinneren over zijn gedichten. Maar hij was er wel. Hij was er altijd, vooral op die beurzen. Was hij er. En soms wilde ik even weg. En dan keek je en zei hij, nee, je kan niet weg. Want er staan maar te weinig mensen. En dan bleef je. Ik heb twee gedichten. Eentje die ik geschreven heb. Was. Naar zijn heen gaan. Niet met zijn lippen. Met zijn pen plantte hij woorden die ontsproten op papier. In regels, in zinnen, in woorden, geflankeerd door punten en komma's, vraagtekens en uitroeptekens en nog meer. Maatschappelijk kritisch beschouwende poëzie. Of was het proza? Zijn pen op papier sprak de taal van de activist. Met zijn schrijvende stem had hij een platform voor hen die wilden horen, voor hen die het begrepen. Zijn pen is nu leeg. Zijn papier is op. Maar hij heeft gesproken. Hij heeft geschreven. Dat blijft. Weet je, we maken allemaal dit soort dingen mee. Ik heb het ook meegemaakt. En ik bladerde in mijn gedichten. En precies nadat ik ook een verlies heb meegemaakt, had ik voor mezelf een gedicht geschreven. En het heette Herstel. En dat gedicht wil ik eigenlijk aan jullie, de familie, voor dragen, aan jullie voordragen en meegeven. Herstel. Niets bleek wat eerst was. Echo dansten in de leegte. Slaap prikte in de ogen om niet te dromen. Kokhalsend wrong de ziel zich uit de indigestie van verraad. Ratio overwon en schraapte weg wat emotie dik gepleisterd had. Het vuur ging uit, vonken werden as. Warmte kristalliseerde tot ijs, de ogen gingen zien, gericht op oneindige, nog steeds leeg, een weg, eenzaam alleen. Ontreddering bracht kracht, een warme gloed smelt het ijs, druppels tussen de tenen, koud, niet ijzig, stap voor stap. Stap een louterend herstel.